je waarom is een hele simpele techniek die heel effectief kan zijn. Het helpt je vooral om de kern van een probleem te achterhalen. Het probleem wat wij bijvoorbeeld hadden bij Lean People is dat flip-overs na een training vaak gekreukeld terugkomen. Toen hebben we ons afgevraagd, waarom komen flip-overs gekreukeld terug? Nou, het is omdat we vaak gehaast moeten inpakken. Waarom moeten we dan gehaast inpakken? Omdat er mensen de trainingsruimte in komen. Waarom komen er dan mensen de trainingsruimte in? Omdat er vaak een meeting geboekt staat direct nadat de training afgelopen is. Nou, dat was voor ons de kern van het probleem. De oplossing die we hiervoor gevonden hebben is dat we altijd als we een training geven, dat we zorgen dat de ruimte een half uur langer geboekt is. Zodat we rustig de tijd hebben om onze spullen op te ruimen en flip-overs niet meer zo gekreukeld meekomen. Nou, dit was een klein voorbeeldje van de 5 keer waarom. Wil je nou nog meer voorbeelden of tips over hoe je hiermee aan de slag kan? Lees dan het artikel op onze website.